één man uit Tsjechoslowakije. Nee, uit Tsjechië, pardon. Kan die nog? Roman Kreuzinger. Rijdt voor Saxo Bank van Björn Naries. Daar is hij met graagte opgepakt. Dan is er een gaatje. En dit is Dione. Nou, die ik in beeld krijg. Maar 25 goed. Seconden hier zo. Hoeveel? 25 seconden. En daar is Hermans. 3 seconden erachter. En dan de groep. De groep. Hoe zit hij? Dat is het belangrijkste. Want daar zit hij. Vermaledijde Sagan. En ja, daar zitten ze al. 40 seconden. Dus met een paar machtige uithalen zo direct zal het hiervoor in het peloton gaan gebeuren. Dit is Kreuzinger. Dit zijn lange 2 kilometers, want het steilste stuk van de Kouberg zit hij nu op zo'n beetje. En dat peloton gaat nu ontploffen, dat moet. Dat heeft de hele dag gewacht op die ene ontploffing, daar gaan ze. Gilbert kijkt nog steeds. Naar links van de komt weg. Al, daar komt hij. Daar komt hij. Gilbert komt heel hard. Geen Sagan. Sagan past. Sagan past. Hier komt Gilbert. Gerrans in zijn wiel. Gerrans is de enige die meegaat. Gerrans die gaat het houden. Gilbert. Geen Sagan. Oei. Hey, Caruso. Slaat zijn ketting over. Daar komt Valverde. Valverde is de derde man. Dus Gilbert, Gerrans, Valverde. Dat zijn de mannen die u nu duidelijk in beeld heeft vanuit het peloton. Waar komen die nu uit? Ik zie geen Sagan komen zelfs. Sagan is helemaal weg. Dat kan. Gerrans in het wiel. Nee, niet in het wiel. Ai, de spinnebel. Hij kijkt naar Valverde. Dus maar ze zijn er nog niet. Gilbert, dit is Kreuzinger. Dit is dus de leider. Die is boven nu op de Kouberg. Ja, en dan is het nog lang. En dan is het nog hoe heel lang zit hij erachter? Dit is Gilbert. Ik zit hem op 10 seconden te klokken. Gerrans, en met 107 hebben wij Valverde gezien. En Valverde neemt niet over van Gerrans, zie je dat? Hij neemt niet over, Martijn. Nee, en dit is 10 seconden, hij gaat het halen. Zijn ze Kreuzinger. Kreuzinger namens heerlijk de Saxobankploeg. Valverde wacht dus tot het vlak is en dan gaat hij aanzetten. Valverde weet wat hij kan en die rijdt dan in één ruk naar Gilbert toe. Kreuzinger heeft er nog goede snee op zitten. Hij heeft alleen de wind niet heel gunstig. En hij is onzeker. Hij gaat dus veel kijken en bewegen. Nee, maar dit is de laatste kilometer. Dan moet hij wel heel snel zijn. Dan moet Gilbert werkelijk een stuk kunnen overslaan. Maar dat ziet er ook niet naar uit. Ik zag net 10 seconden. Hoeveel is het nu? Dus Gilbert, Valverde en Gerrans rijden daar nu. Dat is 9 seconden. Te laat. Hier Kreuzinger. Te laat. Te laat, te laat, zij binnen toe. Het spul is al naar binnen toe. En dat is best leuk dat dit gebeurt. Heerlijk is dit. Dit is door de ideeën heen rijden van het hedendaagse wielrennen. Van wachten, wachten, wachten. Nee, de aanvaller krijgt nu gewoon waar hij recht op heeft. En ook nog Kreuzinger, hè? De man die aan de dool was bij Astana. Uit de ploeg van Sagan afkomstig is. Nog steeds maar 27 jaar. Het is een verrassende winnaar op deze Amstel Gold Race. Maar we gunnen het hem wel. Heerlijk. 1 Roman Kreuzinger. Heel erg leuk dat het zo gegaan is. Dat is een mooie verrassing. Hij rijdt uit en die komen daar aan. Gilbert gaat van kop af en Valverde zit in zijn wiel. Het groepje komt nog terug op het wiel. Dus alles is voor niks geweest. Gilbert. Valverde pakt ze. Valverde 2. En Gerrans 3, denk ik. Ja. Maar deze man heeft dus gereden voor wat hij waard is. Hij heeft een gok genomen. Niet gaan gooien, jongens. Dat is allemaal. Er wordt nu weer met menselijke waarde gesmeten bij het leven. Het gaat alleen maar om een man die hard gefietst heeft. En mag die alsjeblieft even uit hijgen.